gaan het dit keer hebben over de CAN-bus. En dan hebben we het over een stukje voertuigelektronica. Computernetwerk eigenlijk in de auto. En dat staat voor Controller Area Network. En nou, laten we eens eventjes een tijdje teruggaan in de geschiedenis. De eerste elektronica die we in een auto tegenkwamen, ja, dat zat natuurlijk met een regeleenheid en dat was redelijk stand-alone. Maar op een gegeven moment kwam de auto in de fase dat er verschillende systemen met elkaar moesten gaan samenwerken. Bijvoorbeeld het motormanagement met de elektronica van een versnellingsbak. Nou, laat ik eens eventjes zo'n regeleenheid tekenen. En dan noemen we deze EQ1. Dat is dan bijvoorbeeld in dit geval die van de motor. En als die wilde communiceren met de EQ van de versnellingsbak, dan hadden we hier EQ2. Met een stekkeraansluiting. Nou, daar zat een hele dikke kabel tussen met allemaal adertjes. Veel meer dan ik hier getekend heb. En zo praten die twee computertjes met elkaar. Nou, zolang je maar één of twee van die dingen hebt, of nee, één hoeft niet te communiceren, maar goed, zolang je maar een paar hebt, dan zou je dat nog wel op deze manier op kunnen lossen. Maar ja, er werd al voorzien dat die auto zich steeds met meer controle units zou gaan vullen. En zo zagen we in 1991 voor het eerst bij Mercedes op de S-klasse, die toen debuteerde, de W140, een alternatief voor al die kabels. En dat was de CAN-bus. En bij die CAN-bus vervallen al die kabels die direct van de ene computer naar de andere lopen. Nee, CAN-bus is eigenlijk gewoon een netwerk, of twee kabels in dit geval, waar gewoon alle controle units op aan kunnen haken. Als ik dat nou eens eventjes teken in de vorm van twee draden. Dan hebben we hier draad 1 en hier draad 2. En dan kan ik EQ1 en EQ2, die kan ik allebei aansluiten op dat in het begin nog vrij prille netwerkje. Want zo groot was dat netwerk niet meteen. En die zijn aangesloten op dit systeem als volgt. Nou, die Mercedes, die S-klasse, die had vijf van dit soort systemen. Er moest natuurlijk een actieve cruise control in en er zaten nog een paar machines in die met elkaar wilden communiceren. En nou ja, die konden allemaal op deze manier aan dat netwerkkabel, of aan die netwerkkabels gekoppeld worden. Gewoon twee draden. Ja, eigenlijk op dat moment nog niet, maar inmiddels wel door de hele auto lopen. En ja, we praten nu bij S-klasses en auto's in dat segment over, nou, soms wel meer dan 100 eenheden die mee willen praten. En soms zijn het complete computers en soms is het eigenlijk niet meer dan een aan-uit computertje. Maar ze werken wel allemaal volgens hetzelfde protocol. En dat is eigenlijk een vrij overzichtelijk protocol. Al die computertjes die, als ze wat willen van een andere, dan sturen ze een berichtje. En zo'n berichtje dat bestaat uit eentjes en nulletjes. Binair systeem. Dat betekent dus ook dat er met stroomstootjes gewerkt wordt. En die berichtjes die hebben een bepaalde basisopbouw. En die beginnen met de mededeling van ik kom eraan. En daarna volgen nog een paar stapjes. Onder andere, wie ben ik en wat wil ik en wat heb ik dit heb ik te melden. En nog een paar veiligheidsprotocollen en dan weer een getalletje om aan te geven van einde boodschap. Nou, dan kun je natuurlijk zeggen van het informatie van het ene systeem is belangrijker dan het ander. Nou, en dat zit dus ook in de informatie in dat boodschapje verwerkt. Ja, spiegelverstelling is toch even minder urgent in sommige gevallen dan het ABS-systeem. Zo moet je het maar zien. Dus ze kunnen op het moment allemaal tegelijk een boodschap zenden. Maar ja, de hiërarchie is gewoon het belangrijkste. Dat gaat eerst. Overigens zijn er ook auto's met separate systemen, hoor. Je kunt zeggen van aandrijflijn, onderstel, veiligheidssystemen, die doen we op het hoofdnet. Met een grotere snelheid. En dat kan wel tot 1 megabyte per seconde zijn. En je kunt ook een iets simpeler
parallel netwerk hebben voor de, ja, de bediening van de portierramen, dat soort dingen. En dat kan op een iets trager netwerk. Nou, om te voorkomen dat je wel allemaal de juiste boodschap ontvangt, al die apparaten die zijn, al ga je door tot tellen met 100, in staat om alle boodschappen te lezen. Of ze er wat mee kunnen is een tweede, maar ze zijn allemaal aangesloten en dat betekent dat ze ook allemaal meedoen. En ja, dan krijg je natuurlijk een grote gekte aan berichtjes, maar goed, omdat de snelheid vrij hoog is, valt het in de praktijk wel mee. Die kabels, en die zitten aan het eind overigens weer met een weerstandje van ongeveer 120 ohm, zo, afgesloten. Die zitten dus eigenlijk als een soort zenuwstelsel door de auto heen. Je had er niet aan moeten denken dat je al die honderden, dik 100 regelsystemen met allemaal hun eigen kabels aan elkaar had moeten knopen. Nou, je hebt niet alles met elkaar te maken, maar veel wel. Ja, daar heb je eigenlijk de ruimte niet voor in de auto. Dan rij je met een auto, ja, een bestelwagen vol met kabels. Nou ja, daar moet je niet tussen willen zitten natuurlijk. Maar goed, veiligheid zit er ook op. En dat betekent dat er verschillende manieren zijn om storingen te voorkomen. Nou, ik heb hier nu twee parallelle kabels getekend. En in de werkelijkheid zitten die gewoon in elkaar gerold als een soort wokkel. En dat betekent dat ze dus ook dezelfde hinder en dezelfde invloeden van buitenaf ondervinden. Bijvoorbeeld inductie of andere storingen. En doordat we die signalen op die twee kabels ongeveer hetzelfde eruit zien, maar net tegenovergesteld, kun je het opvangen. Ik zal eens eventjes schetsen hoe dat er dan ongeveer uitziet. Stel nou, dit is mijn boodschap. Ik ga nu even bitjes en baitjes visualiseren. Nou, dit is een 1, dit is een 0. Hier heb ik weer een 1, heb ik nog een 1. Weer een 0, 1, nog een paar nullen. Nou, dit zou mijn boodschap kunnen zijn in bits en bytes. Dat betekent dat zo'n EQ, die zit natuurlijk aan deze kant op de bus. Aan de andere kant heeft hij natuurlijk zijn eigen voeding en zijn massa en input van de sensoren. Ik bedoel, als dit de regeleenheid van de motor is, dan moet hij natuurlijk verschillende soorten informatie binnenkrijgen en af kunnen geven aan die motor. Toerental, temperatuur, de hele winkel. Maar goed, dat verwerkt hij en dan heeft hij hier ook de mogelijkheid om daar een signaal van te maken. Nou, dat signaal dat moet dus uit eentjes en nulletjes bestaan. En dat kan dan het volgende resultaat opleveren. Dus we hebben een basisspanning van 2,5 volt. En dan gaat op de ene kabel gaat bij het geval van een 0... dit is 2,5 volt, gebeurt even niks. En dan komen we bij de 1. En dan gaat deze die gaat naar beneden. En dan komt hij bij de 0, dan gaat hij weer omhoog, en dan was hij 0. En hier gaat hij weer eventjes deze kant uit. En dan praten we over ongeveer een spanningsverschil van iets meer dan 1 volt. Dus als dit 2,5 is, dan zitten we hier op ongeveer 1,25. Even kijken, oh god, we hadden nog een 1. Dan komen we hier bij 0 en dan hebben we hier weer 1 en dan hebben we hier weer een rijtje nullen. En op die andere kabel gaat het net andersom. Dan zit hier ook weer op 2,5 en dan krijgen we daar die 1 en dan schieten we omhoog. En dan gaan we naar beneden en dan komen we hier weer gaan we omhoog, want we zijn weer 1. Nou, ik teken dit natuurlijk nu uitgebreid, maar dit gaat nu allemaal in een fractie van een seconde komt dit voorbij, want ja, het systeem kan wel tot 1 MB, oftewel een miljoen eentjes en nulletjes per seconde verwerken. Het mooie van deze gespiegelde opstelling is, nou goed, wij weten dat het eentjes en nulletjes zijn. EQ2, dat kan de versnellingsbak zijn, of de cruise control, laten we het een cruise control noemen. Die haalt hier ook een signaal uit. Waar die weer mee aan de gang kan. Maar mochten we nou een storing op deze lijn krijgen, bijvoorbeeld een magnetische storing of wat dan ook, in ieder geval iets waardoor die spanning een beetje beïnvloed wordt van buitenaf. Stel dat dat gebeurt en we krijgen hier een rare hobbel. Nou, normaal gesproken als je één signaal zou hebben, dan zou je denken, oh, we gaan zeker terug naar nul. Nou,
omdat die draden eigenlijk allebei dezelfde storing ondervinden, zal je zien dat deze dan ook een rare hobbel ondervindt. En dan weet de ontvanger van, hey, die rare hobbel, dat hebben ze alle twee, die vlakken we uit. Kunnen we van kracht trekken. En dan weet hij toch dat hij hier ook gewoon een 1 had moeten hebben in plaats van een 0. Nou, op die manier heb je een signaal opgebouwd. En nou, ik bedoel, dit had ik 1,25 genoemd, dus dan is dit is ongeveer 3,75. Het aardige van dit systeem is, waarbij je bij een normale kabelboom zeg maar een achteruitrijcamera toe wil voegen, of had willen toevoegen, want ja, het was in die tijd nog niet echt gebruikelijk dat die dingen er waren, dan moet je dikke kabels gaan trekken naar een centrale computer. Want het mooie is, hier hebben we dus geen centrale computer. Iedereen is zijn eigen centrale computer. En er is dus niet één spin in het web die alles naar iedereen toestuurt. Nee, dat gebeurt niet. Iedereen is gelijkwaardig. Maar stel, we besluiten toch, we hadden het niet in eerste instantie besteld, maar toch een achteruitrijcamera toe te voegen. Nou, dat is natuurlijk ook weer een kleine rekeneenheid die mee mag doen. En gaat het er wel eventjes om dat het een systeem is wat min of meer origineel is, dus door de rest van de auto herkend gaat worden. Dus als je een affabriek of een affabriek aftermarket bij de dealer achteruitrijcamera bestelt, we noemen het nu eventjes EQ4. Nou, dan hoef je daar niet hele dikke kabels voor te trekken. Nee, gewoon ergens in de buurt van de achterklep zorg je dat je deze aansluit op de CAN-bus. Je zult misschien nog wel eventjes de rest van de systemen moeten laten weten dat hij erbij is. Maar dan kun je op het moment dat je de achteruitversnelling inschakelt, communiceert hij met de versnellingsbak. Gaat hij aan en dan communiceert hij ook met de radio om beeld op het informatiescherm te geven. Op die manier kun je relatief eenvoudig onderdelen toevoegen aan het netwerk. Nou, ik had al gezegd, er zitten natuurlijk diverse externe aansluitingen aan al die EQ's. Hier ook de diverse sensoren van de motor, waardoor dit apparaat in staat is om te zenden. Maar goed, alle berichten die op de bus staan, die of voorbij komen, die worden door alle apparaten opgevangen. Die komen binnen, worden daar beoordeeld. En als de regeleenheid denkt van, hier kan ik wat mee, dan doet hij wat mee. En in de meeste gevallen, bijvoorbeeld de achteruitrijcamera, totaal niet relevant voor het onderstel. De onderstelsregeleenheid doet daar totaal niets mee, dus die laat het voorbij gaan. Nou, om een beetje een idee te krijgen wat bits en bytes doen. Als we een systeem hebben, bijvoorbeeld een oliesensor, temperatuursensor. En die zou slechts met 1 bit kunnen werken. 1 bit. Dan kan hij zeggen van ik geef een 0. Dan weet de regeleenheid van de olie is 10 graden. En als hij een 1 geeft, zitten we op 20 graden. Nou, dat is natuurlijk nog vrij beperkt. Gaan we een stapje verder en we gaan naar 2 bits. Dan zijn er meer combinaties mogelijk. Dan kan ik zeggen van nou, we hebben 2 keer een 0. Nou, dat moet dan wel 10 graden zijn, denkt de computer. We kunnen zeggen we hebben een 0 en een 1. Dan hebben we 20 graden. Of we hebben een 1 en een 0. 30 graden. En we hebben 2 keer een 1. Dan is de olie al 40 graden. Nou, dat is nog maar 2 bits. Gaan we naar 3 bits, dan kunnen we al 8 varianten maken. Maar ja, je kunt je voorstellen als we er 64 hebben, wat je dan allemaal aan data kunt doorvoeren. Dit is eigenlijk de basics achter het CAN-bus systeem.